Dimitri, hoe zit het? Kan ik weer remmen? Natuurlijk, Xavierke. De DT-kaars biedt vakmanschap tegen een schappelijk prijsje. Allee dan. Hoeveel moet ik u? 5.800 frank. Alblieft. Voor een paar remblokjes? Remblokjes? Ik heb er een nieuwe aandrijfriem in mogen steken. De oude, die was versleten. Ja, maar 5.800 frank voor een paar blokjes en een riemetje. Ik heb ook uw waterpompen en uw alternator nagezien. Daar scheelt er toch niks aan? Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Ja, hier, ik heb maar 5.000 frank bij. De rest zal ik morgen komen betalen. Ah, nee. De DT-kaars geeft geen krediet, hè. Als je mijn auto niet betaalt, dan blijft hem hier. Ja, maar ik heb die auto nodig om met Carmen naar bal te gaan. Ja, betoverde uw pompoenen, assenpoester. Ja, ik heb niks anders bij. Ja, maar wat is dat hier? Een tombola-loodje van het Rode Kruis. Kunt je daar veel mee winnen? Wow. De eerste prijs, 5 miljoen. Vijf. Ja, maar voorlopig de lotje er is betaald, morgen. Ja, maar Carmen zal dat niet graag hebben. Ja, Carmen zal ook niet graag hebben dat ze te voet naar bal moet, hè. Zeg, je hebt toch chance dat ik zo'n goede mens ben, hè. Ja, ik merk het aan Markske op stages in de kliniek. Hoezo? Ah. Het is al 2 weken geleden dat ik nog nieuw glazen heb moeten bestellen. Oh, ik wou toch dat hij al terug was. Ja, jij hebt geluk dat jij zo iemand hebt die je zo graag ziet. Oh, ik vraag me af wanneer ik ook nog eens die chance zal hebben. Bonjour, Pascalke. Nee. Ik had je zo graag rode rozen gegeven. Hoe gaat het met La Rose de la Villas? Alsjeblieft. Oh, Balthazar. Waaraan heb ik dat verdiend? Ah, nog nergens aan. Maar dat kan nog komen, mijn gedacht. Waar zit je nu weer op uit, meneer Boma? Lam, ik kan het kunnen denken dat Miss Boeie alweer van haar een tak zou maken. Ik kom je moeder een gezond voorstel doen. Nou ja, gaat je haar met rust laten? Wie kan? Laat Balthazar eens uitspreken. Merci, Pascalke. Ik kom voor uw gezondheid zorgen, hoor. Als ze ziek wordt, hè, dan is het van u te zien. Oh, Pascalke, je hebt stress, hè? En ik weet de perfecte manier om daarvan af te geraken. Ah, ja? Waarom gaat je niet bij mij mee op sauna-weekend? Op sauna-weekend? Dat is de beste manier om te relaxeren. En al het chic volk doet het, hè? Ah, wel, dat klinkt niet slecht. Maar je weet toch, hè, dat je nu een blote in die sauna moet gaan. Ojoj, je meent een blote. En dat die sauna's, hè, gemengd zijn. Gemengd? Kijk het u niet aan, Pascalke. Ik zal ik ook bij een blote zitten. Voilà, ziet je wel? Meneer denkt alleen aan seks. Nee, ik denk aan relaxeren. Maar ik verbied u om mee te gaan. Nee, ze is oud genoeg om zelf te beslissen of ze meegaat. Maar Balthazar, bedankt voor de invitatie. Maar ik denk toch dat ik beter naar Bieke luister. Mij gedacht. Bon. Gooi je gekregen paard maar voor de zwijnen. Maar kom achteraf niet reclameren dat je overspannen bent, hè. Oh, het is toch een maniak, hè. Misschien ja. Maar hij heeft ook zijn goeie kanten. Dag, meneer Boman. Jawel. Jawel, ik betaal u op de kuisel en niet op de lezer, hè? Syndicale pauze. En zij is wat stil, want ik ben niet heel belangrijk aan het lezen, hè? Ah ja, wat? Hè? Mijn horoscoop. Ja, mijn gedacht. Je kunt zien dat binnen de 5 minuten hier de kuis gedaan is. U krijgt een ongelooflijke meevaller deze week, lieve Ram. Enkel een kleinigheid kan uw volmaakte geluk in de weg staan. Hm. Niet slecht, hè? Ja? Wat staat er over mij zo in? Gewoon om te lachen nu, hè? Stier, hè? Nee, baard. Maagden hebben niet veel geluk op romantisch gebied deze week. U moet de omgeving van uw geliefde overtuigen van uw waarde. Allee. Ik, iemand moet er overtuigen van mijn waarde. Je ziet toch zoveel vlees dat je in de kuip hebt? Ja, juist daarom. Ja, zeg, kom, nu is genoeg. Kaart. Je hebt weer pot gevangen bij Pascalke, zeker? Nu bij Pascalke, met dat frankstuk van een bieke. Als zij er zich niet mee gemoeid, hè, dan was ik volgend weekend bij Pascalke naar de sauna. Jij pakt
dat helemaal verkeerd aan, hè, meneer Bomen. Wie de moeder wil winnen, hè, moet met de dochter beginnen. Ik word nog liever pater. Ja, in een nonnenklooster zeker. Gaat u eindelijk beginnen kussen, moeder Overste? Jij gelooft niet in horoscopen, hè, meneer Boma. Hier ze. Zie eens. Wat? Hier. Oh, dat is het nummer van mijn lotje. De verjaardag van ons meeroken. Oh, ik heb de eerste prijs gewonnen met de loterij. Oh, 5 miljoen. Voor mij alleen. Dat moet ik direct aan onze Xavier vertellen. Oh. Maar ik ga die rechterkant, kom. Ja, kijk mee. De omgeving van uw geliefde van uw waarde overtuigen. Dat is een pintje en een draadje. Wat is er? Meneer Boma, heb je het nu nog niet door? Hè? Je moet ons maar met rust laten. Getrompeerd u. Die bloemetjes zijn voor u. Voor mij? Ja, ik dacht, ik heb nog nooit eens de bouquet bloemen aan Mieke gegeven. En dus... Jij wilt mij omkopen. Maar nee, ik wil gewoon eens salty zijn. Of pak dat ook al niet meer misschien. Meneer Boma, ik ken u. Jij doet nooit iets zomaar. Nee, jij kent mij juist niet en dat is het probleem. Jij denkt dat ik een seksmaniak ben, maar dat is niet waar, hoor. Waar, nee? Nee, ook contraire. Ik ben een heel gevoelig man, mijn gedacht. Ik steek het alleen goed weg. Alsjeblieft, zeg. Je gaat toch weer geen ruzie maken, hè? Nee, Pascal, ik wil eens vriendelijk zijn tegen uw dochter, maar ze doet alsof dat ik een crimineel ben. Meneer komt mij omkopen met een bos bloemen. Maar fijn, wie kan een boeket bloemen krijgen, dat kan u toch geen kwaad? Nee, maar wat daarachter zit wel. Maar er zit niks achter. Ik wil gewoon vrede sluiten met u, dat is alles. Dat kunt u nu toch niet weigeren. Wij zijn te verschillend. Ja, bon, wat heb jij eigenlijk tegen mij? Eerlijk? Ja, eerlijk. Ik kan er tegen. Bon. Je hebt geen smaak. Ik kan niet tegen u een macho praten en je bent een vrouwenzot. Bon. En uw kostuum staat me niet aan. Pascal, is dat ook uw gedacht? Nee, Balthazar. Ik vind uw kostuum soms heel schoon. Jij vergist u weer bij. En als ik de kans krijg, dan zal ik dat bewijzen. Allee, Pieke. Daar kunt je nu toch niet nee op zeggen. Allee, ja, bon. Ik zal hem een kans geven. Voilà. Je zult de echte Balthazar Boma leren kennen, Pieke. Maar ja, daar ben ik al bang voor. Ja, zie. Carmenneke, Sjoeke, ik ben thuis. Xavier, Sjoeke, we hebben gewonnen. Wat hebben wij gewonnen? De eerste prijs van de loterij, 5 miljoen. 5 miljoen? Oh, Carmenneke. Dat is fantastisch. Oh, je weet het. Oh, wat wij daar allemaal gaan kunnen mee doen. Oh ja, een cruise rond de wereld. De rest van mijn leven. En een nieuwe auto en nooit meer bij DDT moeten gaan. En kleren dat ik ga kunnen kopen. Oh, Pascal, die gaat groen zien van jaloezie. Allee, kom, geef dat lotje. Ja, dat lotje. Ja, we moeten er goed zorg voor dragen, hè? Dat kan dan niet wachten tot morgen. Je bent het toch niet kwijtgespeeld, zeker? Nee. Zeker niet. Ik weet heel goed waar het is. Dan, hè? Dat lotje? Dat is bij TTT. Sjoeke, ik kon daar niks aan doen. Ik had niet genoeg geld bij om onze auto te betalen en hij wilde dat lotje aannemen. Jezus, nagel aan mijn doodskist. Sjoeke, ik heb dat toch voor u gedaan, anders konden we straks niet naar het bal. Dat bal, dat kan voor mijn part ontploffen. En jij ook. Morgen vroeg haal ik dat lotje terug. Beloofd. Het is open voor u, hè? Of we kunnen dat geld opdoen aan uw grafzerk. Tot vanavond, hè, schatje. Tot vanavond. Amai, jij begint er ook al vroeg aan. Xavier,
We zijn er eigenlijk nog niet mee opgehouden, dus, hè. Zeg, was Geelter gezet zo vroeg op pad? Ja, zwijg stil. Ik heb gisteren DDT een lotje moeten geven als onderpand voor mijn auto. Nu heeft dat lotje toch wel gewonnen, zeker? De eerste prijs, 5 miljoen. Oei, oei, oei. En weet Carmen al dat je dat lotje aan DDT gegeven hebt? Ja, waarom denk je dat ik hier sta? Als ik dat lotje niet terugkrijg, vieren we binnenkort mijn begrafenis. Ja, je weet als wij je kunnen helpen. Merci, Paul. Weet jij of DDT al weet dat dat lotje gewonnen heeft? Hij heeft er nog niks van gezegd, dus ik denk van niet. Ja, dan moeten we zorgen dat dat zo blijft, want anders gaat hem dan nooit willen teruggeven. Ik zal ervoor zorgen dat hem het niet ontdekt. Dat hij wat niet ontdekt? Wat verdomme, Dimitri, waar kom jij zo ineens vandaan? Ja, van mijn toilet. Is het gepermitteerd? Allee, wie mag wat niet ontdekken? Billy mag niet ontdekken wat dat hem gaat krijgen voor zijn verjaardag. Die is toch juist verjaard? Ja. Dat is een cadeautje voor volgend jaar al. Ja, het zijn uw zolden en onkel. Hey. Ja. Hey, kijk, Xavierke, is je wouterke weer kapot? Nee. Ik kom u de rest van dat geld betalen. Oh, dat is vriendelijk van u. Alsjeblieft. Dank u. En als ik dan nu mijn lotje mag terug hebben? Dat is een interest. Wat? Olé, nonkel, dat kun je niet menen. Dat lotje dat gaat me geluk brengen, Paul, ik voel het. Dimitri, dat is niet schoon van u, hè? Deurtje, bij DDT-kast mag het personeel geen openlijke kritiek geven op het bestuur, hè? En dat lotje dat blijft hier. Is dat uw laatste woord? Uit mijn garage! Heb je dat gezien? Wat voor een oneerlijke mens is dat? Zeg, 5 miljoen. Ja. Het is niet waar, hè. Heb dan al een keer chance. Chance? Als DDT dat lotje niet wil teruggeven, hè, blijft er voor mij alleen maar malchance over. Salut, les copains. Wat is er, voorzitter? Gaat je houthakker worden? Is de boma die je look hebt, Paul? Ah ja, dan noemen ze nu een boma van een vent. Wat denken de dames ervan? Hé? Annie, mis? Balthazar, je bent zo... Kei sexy. Ja, kei ordinair, ja. Trek het u niet aan, meneer Boma. Ik vind dat je er zo veel sympathieker uitziet. Ah, merci, Mieke. Je ziet de jeugd in moderne smaken. Ja. Vier watertjes. Ja. Daar zou ik wel eens een zesdaagse mee willen rijden. Oh, minstens. Ja, alsjeblieft, heb Paul een beetje respect voor het vrouwelijke geslacht, hè? Dat is meneer Boma. Zijn de ziek? Hij heeft waarschijnlijk een boom op zijn kop gekregen. Ja, ik voel me bij jeugdjes hebben. Bieke, nu dat wacht weg is, heb je toch een beetje tijd, hè? Ja, een beetje. Het is omdat ik heb hier een dinges gekregen, een invitatie voor een vernissage van een tentoonstelling van Franse neo-impressionisten. En ik dacht, misschien zou het u kunnen interesseren. Oh, wel, eigenlijk wel. Ah, kom dan, zijn we weg, hè? En jij gaat uw manieren houden? Allee, wat denk je? Oké, waarom niet? Dat zijn ze? Ja. Ja, dag Pascalletje. Wat is daarmee aan de hand? Hij probeert vrede te sluiten met ons biertje. Hij is precies goed op weg. Ja. Zeg, Xavier, wat gaat je nu doen met je lotje? Ik zou het niet weten. Carmen zal wel een oplossing vinden, zeker? Oei, oei, dat klinkt gevaarlijk. Tegen wie zeg je het? Heel gevaarlijk. Paul. Paul. Ja, ja. Heel veel haar, hè? Zeg, Dimitri, ik vind toch dat ik Xavier oneerlijk behandeld heb, hoor. Zag. Maar stel u nu voor dat ze dan met u... Wat vind jij nu? Er staat een reclame met een blote madame in de gazette. Ja, ik wil niet dat Billeke dat ziet. Dat Billeke is toch niet hier? Nee, maar het is gewoon het principe. Ik denk dat jij dringend onbetaald verlof moet nemen, hè, Doortje? Nadat je die facturen niet hebt ingeschreven. En aan dit nummer geven we nogmaals de uitslag van het Rode Kruis. Blijf dus luisteren. Oh, dat is geluk, hè. Ik wil dat horen, hè. Ik kan niet werken met al dat lawaai. Steek dan een vingers in de oren, hè. Ah! En mij is daar! Wat
Sorry, Dimitri. Je moet eens van de ene graag die kip, hè. Als jij je kot proper te zou houden, hè, dan zouden er hier geen muizen zitten. Ja, maar als je maar weet dat voor je lozen of water, hè. Schrijf uw facturen dan zelf, hè. Blumbak. Het is zot geworden. Je zit er precies ook niet graag bij. Dat is niet moeilijk. Kon ik er mij nu niks beters bedenken dan hierin te breken? Nou, je kent ze, hè. En we stelen toch niks? We verwisselen alleen maar. Licht jij dan maar uit aan de politie. Hé, hey, ik kan nogal sluipen, hè. Dat is van al die manoeuvres. Kom op. Ook al Dimitri heeft precies niks gehoord. Hij komt. Kent jij de code? Doortje heeft de cijfers opgeschreven. Ah ja. Harry. Nee. Ja, sorry. Excuus. Wat is dat? Dat is een autoalarm. Kom, we zijn niet weg. Kom. Tja. Het is dan lawaai, is het mislukt? Ja, pure. Ik pas op in je zak, kom, pure eronder. Geef me over! Appel! Dag, nonkel. Wat doe jij hier? Hey. Wij kwamen kijken wat dat lawaai was. Geef ons nogal doeschrikken. Er moet een dief op mijn safe gezeten hebben. Heb jij niemand gezien? Nee, helemaal niemand. Hé, hey, Doortje? Dat was misschien die muis van daar straks. Kom. Alles oké? Okay? Ja. Trek het u niet aan, onkel. Je hebt waarschijnlijk dat alarm te fijn afgesteld en dan... Dat denk je? Dan ga ik misschien beter toch naar de politie bellen, hè? Nee. Als jij dat doet en die vinden niks, dan krijg jij een boete. Echt? Oh ja, een hele grote boete. Oh. Een hele grote boete. We zullen dan maar terug gaan slapen, zeker. Ja. Ja, en ik ga dat geld en dat lotje uit de safe halen en bij mij houden, hè. Dat is veiliger. Wat zit iemand onder de auto? Dat is Xavier. Xavier? Ja? Wat doet hij daar? Die slaapt. Slaapt? In mijn garage? Ja. Ja, Xavier slaapt. Wandelt. Nee, hij slaapt, wandelt. Ja. Xavier is ziek. Echt waar. Xavier slaapt, wandelt. Hups. Hij is weer al weg. Slaapt, wandelt. Maar hij heeft nog zijn kleren aan. Ah ja, ja. Hij is bij ons boven in de sofa in slaap gevallen, hè. Ja. Dan wil ik hem een slap wakker maken, zie. Niet doen, onkel. Dat is levensgevaarlijk. De schok zou hem een hartaanval kunnen geven. Dat is zijn verdiende loon, hè. Heeft hem bij mijn ook alleen bezorgd. Ja, maar pas op. Zit je daarvoor verzekerd? Hè? Huh? Ik denk dat de slaapwandelaar beter zijn eigen bedje gaat opzoeken. Hey, pas op, kom. Arme Xavier. Wat scheelt er met Xavier? Ik denk dat zijn onderbewustzijn op hol geslagen is. Ah. En is dat besmettelijk? Goedemorgen. Ja, het was laat hè, vannacht. Wow. Je hebt u blijkbaar goed geamuseerd met Balthazar. Wow, dat viel wel mee. Ah, wat heb ik u gezegd? Balthazar heeft ook zijn goeie kanten. En wat hebt je allemaal gedaan? Wow, we hebben gepraat en gelachen. En hij heeft geen enkele keer geprobeerd van zijn hand op mijn achterste te leggen. Serieus?
En hij heeft beloofd hè, al de adressen van zijn vriendinnen weg te gooien als bewijs voor zijn goede bedoelingen. Wat lief? Oh, dat heeft hem zelfs nooit voor mij willen doen. In elk geval, het is een schijnheilige vrouwenzot. Maar nu maar. Balthazar heeft toch ook zijn goede kanten? Balthazar maakt zich belachelijk. En dat met iemand die zijn dochter zou kunnen zijn. Oh, de nauwe boek. Jij bent jaloers. Ik? Jaloers? Oh, je mocht hem hebben. Het zal er zelfs een striksje rond doen. En als je me nu even wilt excuseren, ik voel me een klein beetje gedegoteerd. Dag, Dimitrieke. Zeg, als je er ook komt slaapwandelen, bol het dan maar af, hè. Nee, dat is niet lief, hè. Nee, nee. Ik kom speciaal langs voor u uit te nodigen. Voor een dinerke bij ons thuis. Uit te nodigen? Waarom? Omdat ik u eigenlijk heel graag zie. Ja. Oh, je bent zo'n schatje, hè. Kom, pas op. Je maakt me vuil. En waarom moet dat nu, dat dinerke? Oh, als ik eraan denk wat dat onze Xavier u aangedaan heeft vannacht. Hé? Allee, wat is uw lievelingskost? Biftek frieten met veel mayonaise en een grote fles cola. Ah, wel, het zal klaarstaan voor u. Om 8 uur. En mijn liefde bereid, hè? Ah, dat is goed. Ik zal komen. Oh, dat is goed. Zeg, ja? Ik moet toch niet betalen, hè? Natuurlijk niet, Dimitrieke. Uw glimlach is meer dan geld waard. Je moet maar denken hè, dat het lot ons samengebracht heeft. Voilà, zeg. Dat zal ons goed doen. Dat is zo'n tennismatje. Oh, amai, zeg, dat strafspul. Gelijk jij mij gedacht. Gelijk dat jij mij een raket hebt. Bah, jij speelt eigenlijk ook niet slecht, hè? Bon. Maar, weet je, Bieke, ik heb mij al ferm goed geamuseerd de voorbije dagen, hè? Ah, wel, ik eigenlijk ook. Wat had dat veel eerder moeten doen, hè? Ja. Bon, ik ga thuis nog heel rap een douche pakken voor we naar het ballet gaan. Tot ziens, hè? Je kunt hier ook een broebelbad pakken, hè? Hier. Ah, ja, daar redacteert je fem goed van, hoor. Ja, 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 dat zal wel. Ja, jij vertrouwt mij nog altijd niet, hè? Maar, toch wel. Ja, wel, wel. Waarop wacht je dan? Boven, op het einde van de gang. Oké, maar braaf zijn, hè? Zeg, nu kent je toch de ware Boma, hè? Toch een schoonpoep, hè? Afblijven, Balthazar, afblijven. Denk aan de moeder. Handdoekjes. Ze zal geen handdoekjes hebben. Bieke. Ja? Ik ben hier met handdoekjes. Niet binnenkomen, hè? Ga nu, kom, hè. Doe niet flauw, hè. Balthazar, ik ben niet aangekleed. Ik heb al eerder blote meisjes gezien, hoor. Balthazar. Allee, toe, Bieke, zeg. Doe die ouderwets, hè. We kennen elkaar nu toch, hè. Weet je wat? Als je wilt, hè, zal ik mij ook uitkleden. Hé, Balthazar. Ah, je hebt mijn badjas aan. Kom eens hier, jij. Hm? Sloeber. Ga dan samen een badje beden. Ik wist wel dat jij je niet zou kunnen meenemen. Ja, koelt maar wat af. Vrouw is zot. Allee, het vlees en de frieten zijn klaar, hè? Oh, waar blijft hem nu? Aha, als je over de duivel spreekt... Xavier, ga vlug open doen. Ja.
En denk eraan, moet je doen niet, hè? Nee, nee, verstaan? Nee. Ja. Allee, ja, ver... Dimitri de Tremery. Goedenavond. Dag Dimitri. Oh, je kunt niet geloven hoe blij dat wij zijn dat je hier bent. Alsof we het groot lot gewonnen hebben. Okay. Pak Dimitri zijn jasje eens en hang het eens weg. Dimitrietje, uw jasje. Amai, je bent zo vriendelijk vandaag. Ja, jij maakt al los bij de mensen. Zo. Hé, hey, momentje. Wacht. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, hè. Nee. Ja, maar uw portefeuille in uw broekzak steken, dat is ook niet voorzichtig, hè? Oh, oh nee, die kan er zo uitvallen. Denk. Ah, kom, onze Xavier zal hem op de kast leggen, hè? Dan weten we waar dat hem is. En dan heb je daar geen last van. Nee. Ik voel liever mijn geld steken. Amai. Dat is hier gezellig, hè? Je zou dat iets mee moeten doen met mij uitnodigen. Ja, amai. Ik bedoel, amai, je hebt gelijk. Xavier, ga de hapjes eens halen. Ja, Sjoeke. Aha, ja. Tja. Ja. Ja. Oh, weet je, Dimitri, ik vind garagisten, hè, eigenlijk heel sexy gasten. Echt? Ja, met al die naft en dat zweet en zo. Allee, zeg. Oh, jij moet wel wat spieren hebben, hè, van al dat zwaar werk. Oh. Mag ik eens voelen? Oh. Amai. Oh. De hapjes. Nu niet. Amai, zeg, je hebt nog een fysiek. Ja. Oh. Ik kan maar niet tegen. Oei, je had gelijk. Ik was bijna mijn portefeuille kwijt. Ja, zeg, kom ons, ik zag, je zal een goed plekje zoeken. Nee, dat is niet nodig. Hier. Voilà. Oh, je bent toch een slimme, hè, Dimitri. Oh, een tango. Kom, Dimitri, we gaan dansen. Ja, maar ik kan niet dansen. Ik zal niet dat we leren. Kom. Ik kan niet. Hey! Ik zag je. Veilig is dat we plezant aan dansen, hè? Ja. Pardon. Het is niks, Dimitri. Xavier! Ja, Sjoeke? De hapjes! Direct. Wacht, ik zal u wel helpen, hè. Ja. Kom. Ja. De hapjes. Oh. Grapgelaas. Mm. Lekker. Mm. Lekker. Lekker. Oh, Dimitri. Je zult nu wel moe zijn, hè. Mm. Na al dat gedansen. Je zult zeker wel dorst hebben ook, hè. Kom. Allee. Kom, ga zitten, kom. Allee, drink eens, kom. Oh, Dimitri, kom, doe die broek uit. Kom, ik zal ze voor u wassen. Kom. Nee, laat maar, je geeft mij een vod, hè. Verdekken, Dimitri, ga nu die broek uit doen, zeg ik niet. Tenminste, uw portefeuille. Waarom moet ik aan mijn portefeuille? Mijn lotje. Je wilt mijn lotje hebben? Nee, Dimitri, dat is maar een gedacht. Dat is mijn lotje. Jij denkt toch niet dat ik u met mijn 5 miljoen ga laten lopen, zeker? 5 miljoen? 5 miljoen? Ik ben rijk! Eindelijk! Ik heb 1000 jaar! Mijn lotje! Je bent toch weer allemaal schoon verprutst, hè? Dimitri, laat je dan toch eens van uw beste kant zien. Of zal uw beste dag niet zijn, hè? Ja, wilt je zwijgen? Ik kan niet nadenken met al uw gezag, hè? 20-7 voor de Mercedes. Dat lotje is van Carmen. Ja, vergeet het. En gaat dat met een weg? Je staat in een Jaguar showroom van DDT Super Deluxe Cars. Zeg, Doortje, zou dat geen ideale parkeerplaats zijn voor mijn Cadillac? Kunt je voor hen dan geen kleine gesten doen? Je hebt nu toch geld te veel? Ja. Niet te veel, Polleke? Nooit te veel. Dikke egoïst. Ja. Egoïst?
Ik heb dat lotje eerlijk verdiend. Dat is mijn interest. Mm-hmm. Interest? Ja. Oh. Ik zal u eens interest geven. Wat is dat hier allemaal? Dan kunt allebei tot buiten deur gedag. Dimitri heeft mijn lotje afgepakt. Nee, nee, eerlijk verdiend. Zeg, meneer Boven, als je een nieuwe auto wilt, hè, DDT Super Deluxe Cars, hè, wordt het chicste autosalon van het hele land. Wel gedacht, met haar lotje. Dan zult je niet ver mee komen. Wat? Oh. Is er iets? Lees zelf, hè, Dimitri. Beste lezers, wegens een drukfout is het nummer van het winnende lotje van de trekking van het Rode Kruis omgewisseld met een lotje van 50 frank. Allee, voor 50 frank gaan we nu toch geen ruzie meer maken, zeg. Toch spijtig van al uw schone autootjes, hè, Dimitri. Je kunt nog een Cadillacje gaan kopen in een speelgoedwinkeltje. Mensen, troost u, geld maakt niet gelukkig. Wie zegt dat?